Ja, een goede dag mensen. Welkom weer bij een nieuwe aflevering, bij aflevering 18 van Twente Farming op Klein Zeelijm. Zoals je ziet heb ik voor de derde keer de velden gemaaid en opgeraapt. Dit is het laatste wat in de kuil gaat. Dan moet ik het hierna nog even weer bemesten. Dan heb ik het meteen weer 100%, maar dat is zo gepiept, dat is het werk niet. En dan moeten we deze kuil even fatsoeneren en dan kan die dicht. Ik weet zo niet wat erin zit, kan ik even kijken. Kijk. Zit je toch bijna 500.000, dus daar kunnen we voorlopig wel even mee vooruit voor de koetjes. Hop, ding erop. Want het gaat echt een stuk sneller met dit karretje. Zo. Dus dan moeten we dat even bemesten. Want het mais was nog niet klaar. Even kijken. Kijk. En de groei. Kijk, we zitten in de laatste fase van de groei. En dan moeten we deze nog. Dus ik denk dat we even de nacht doorgaan in deze aflevering. In de vorige aflevering 17 zei ik dat er 16 was, maar ja, daar heb ik me even mee vergist. Ik ga sneller dan wat ik dacht. Dus ga ik ze gewoon niet door. Dit is in ieder geval aflevering 18, dat weet ik wel. Oh. De kwaliteit was volgens mij ook iets minder. Maar goed, dat komt omdat ik een beetje... Ik heb ook gestreamd en ik was een beetje zoekende. Ik doe toch nou alles met gewoon met OBS Studio. Dus ja, ik heb het programma ook een keer opnieuw geïnstalleerd en ja, dan ben je die settings ook allemaal kwijt, dus die moet je ook allemaal weer opnieuw doen. Ja, als je dat niet in de gaten hebt, dan heb je wel een probleem natuurlijk. Dus dat was even een dingetje en ik hoop dat het nou wel allemaal goed is. Ik ben een beetje aan het klooien geweest met geluid. Ik heb nou ook een microfoon en een webcam. Ja goed, de webcam is voor de opnames niet belangrijk. Ik probeer toch een beetje, ja, om een beetje vorderingen te maken. We doen ons best. Dus ik hoop dat, dat mijn spraak, zeg maar, dat het ook beduidend beter is. De GPS instellen, hoor. Die kan weg. Ja, dus ik hoop dat dat beter is. Andersom, hè, die lijnen. Zo. Dus ja, nou goed, ik hoop dat ik vorderingen maak, maar ja. Oké, ik wil toch de eerstvolgende ding wat ik graag wil doen, dat is toch een videokaart. Maar ja, dat is echt wel een dingetje. Ik ben een beetje aan het rondneuzen geweest. Dingen zijn niet goedkoop. Ik had het eigenlijk voor FS22 voor elkaar willen hebben, maar... Ik denk niet dat het gaat worden. Er zijn dan een paar andere dingen wat ik doen moet. Aangezien mij het geld ook niet op de rug groeit. Zal het toch even moeten wachten. Helaas. Maar ja, dat is niet anders. Doet hij het? Ja, hij sluit aan. Dus ja, dat is wat ik als volgende wil doen. Ik wil toch zien dat ik die opnames, de kwaliteit daarvan, nog iets beter krijg. Graag, zelfs. Maar ja, goed, dan wil ik zeggen, het zit er wel kosten aan. En ja, die zijn niet mals. Het zijn geen grapjes. Maar goed, moeten we eens even kijken. Hè? Voor nu moet het zomaar even verder. Het is niet zo dat ik nou echt een hele slechte PC heb of zo, maar. Ja, goed, het kan altijd beter nog. Veel beter. Als ik ook kijk naar anderen, hoe die dat. Die dat voor elkaar hebben. Nou goed, er wordt aangewerkt. Ik heb ook de muziek, zeg maar, ietsjes harder gezet.
Zoals je hoort, is het piratenmuziek, want ja, vroeger zelf ook gedaan, piraterij. Dat is altijd nog wel leuk. Ik vind het ook iets beter passen. Mijn muzieksmaak is heel breed, maar ik vind het iets beter passen bij farming dan... Ja, ik luister ook wel eens hardstyle en de pop van heden te dagen. 80's vind ik mooi. 90's vind ik ook gaaf. Dat is een beetje mijn tijd. Ik ben opgegroeid in de jaren 90. Dat is een beetje mijn tijd. Maar goed, ik vind dit, wat ik zeg, ik vind dit toch wel iets beter bij farming passen. Stamp allemaal. Zo, dit veldje zit er alweer in. Even een ander veldje. Dus ik hoop dat nou het geluid wel goed is. Even kijken, dan moet ik die kant op. Ja. Ik zit nou ook zo'n beetje op. Nou, wat zitten ze? Plusminus 3 uploads in een week. En ik wil eigenlijk qua opnemen een video online plaatsen op maandag en op de donderdag proberen, hè. Dus zeg maar 2 in de week. En dan als ik tijd heb, wil ik zaterdag nog een keer streamen op Twitch. Maar dat zal niet elke week zijn, want ik moet af en toe ook 1 keer in de 2-3 weken op zaterdag rijden. De vrachtwagen, dus dat is Twitch, ja, ziet ook meer als een beetje ja, een extraatje. Zoals video's opnemen, dat doe ik dan door de week. En ik was toch zo'n beetje, nou, wat ik nou ook heb, plus minus 3 kwartier, zoiets. Denk ik dat lang genoeg is. Ik kan ook wel een uur doen, maar... Ik zat te denken, gewoon de plus minus 3 kwartier. De ene keer is het iets langer, zit je tegen een uur, de andere keer gewoon iets korter. Het is een beetje hoe het uitkomt, hè? Ook met qua werkzaamheden en zo. Hier de bocht door. Zoals nou ook normaal gesproken spoel ik de nacht door, niet in een opname, maar dat doe ik nou dus wel. Ik had eigenlijk ook nog een gedeelte van het oprapen in de video willen hebben, maar om even te laten zien van wat er nou eigenlijk scheelt, hè, met deze opraapwagen, maar dat scheelt echt aanzienlijk. Ja, ik was vergeten om op het recording knopje te drukken, dus ja, dan krijg je er niet veel van te zien, hè. Dat gaat niet lukken, hè. Dus toen ik dat in de gaten had, toen had ik de laatste kar er. Had ik de laatste kar al wel wat in zitten. Oeh, kijk eens. Het groeit alweer. Dan komt er een tijd op plus 5 staat. Wacht even. Dat moet eigenlijk niet. Inwachten. Zo. Weet ik alleen niet wat ik nou doet. Zet ik hem even op cruise en dan kunnen we het zo zien. Ah, hij doet nog wel, oké. Okay. Nou, wat blij dat ik GPS heb. Ah, het is ook altijd zo gepiept, hè. Stelt ook helemaal niks voor. Hè? Hoppa. Ons geraakt? Ja, zo'n beetje. Ja. Mooi. Nou, dan moeten we hierna dus even die beeld even fascineren. Dat kan hier in ieder geval dicht. Het eindje doen. Dus ja, dat is een beetje... een beetje in de toekomst van plan ben.
zie nou ook dat ik een logootje boven in beeld heb gedaan. Dat vond ik wel grappig. Ja, aldoende kom je steeds verder, hè. Je ontdekt steeds meer en ja, goed, ook in de hoop dat je steeds iets leuker voor elkaar krijgt. Het hoeft voor mij niet helemaal op en top, maar ja, het geluid en het beeld, ja, dat is toch wel een dingetje. Het beeld zou ik toch echt wel heel graag iets beter willen. Ja, goed, dat zijn echt wel... Er zijn hoge kosten aan verbonden, vooral tegenwoordig met die videokaarten. Ik hoorde al dat het iets beter werd. Dat de productie van het spul dat het allemaal iets schaars werd. Dat de productie van sommige kaarten al weer allemaal hoog geschroefd was. Dus dat is op zich positief. Ja goed, ik hoef natuurlijk ook geen kaart erin te hebben van 3080 of zo. 3070. Eigenlijk te denken aan een 2060 kaart of iets. Maar goed, nee, dat ligt niet aan. Zo. Nou, even kijken. Met die beeld even. Patroneren. Zit er weer in. Oh, hij zit alweer vast. Ja. Kijk, en... Nou, even een paar gaatjes vullen en dan kunnen we hier bovenop. Beetje heen en weer crossen. Ik weet niet hoeveel ik nog moet, ik denk nog aardig wat, maar valt mee. Even tot 100% persen. Ja, het moet toch even gebeuren. Ik kan het ook niet helpen. Ik had... Maar doe ik dit soort dingen, doe ik altijd buiten de video's om. Het moet toch even gebeuren, want ik wil graag dat het beeldje dichtkomt. 498.000. Oh, niet verkeerd. Kijk, 100%. Nou, dicht met dat ding. Hoppa. Nou. Hoe stel ik dat nou uit? Voor mij valt dat mee, of niet? Ik denk zo heel veel erbij. Nou, een klein beetje. Hoppa. Die kan weer om het dak. Kijken, ja. 1 uur, hè. Ik kan voor de rest ook niet zo gek veel mee doen. Nou, kan ik even
Oh, die stal door als je eerst met het ding. Met een auto op. Zo. Even kijken. Zo, even kijken wat voor hakslaan we gaan gebruiken. Kijk, hakselaars. Kijk, als ik het nou een beetje snel wil doen. Als je kunt ook natuurlijk deze. Deze pakken. Nee. Tot aan die eerste dag dat zoiets hemels ook op aard bestond. Zij is apart. Dus, is dat deze? Ja. Kijk, daar heb je 9 meter. We hadden altijd die rolstoelmars. 26,50. Deze, die heeft 6 meter en deze is dan 9 meter, dus dat scheelt natuurlijk wel iets. Hij is duurder. We gaan gewoon deze doen, met de vrienden daar toch wel weer terug. En dan gaan we een keer met een nieuwe hand. Deze. We doen het op. Standaard, maar weer midden dus. Doe maar, maakt ook niet uit. Hoppa. Zetten we die klaar? Ook wel een beetje klaar met die rossel, Marcel. Daar hebben we nou ook een paar keer mee gehaakt. Zo, dat hebben we nou ook al een keer gezien, niet aan. Hoppa. Met de dikke nieuwe land. Kun je nagaan, hè, waar je zo'n ding zit, wat je dan ziet, is niet normaal. Kijk, en waar gaan we heen? Eerst naar het kleine veldje. Zo. We beginnen gewoon met dit kleine veldje. Dan zetten we hier vast neer. Dan gaan we even daarna door. Ik weet niet, zo'n meisje is toch wel redelijk klaar nou. Nee, nog gaat het groeien. Nou. Oh, sorry. Kijk, plop. Toen was ze klaar om te oosten, maar... Dus even rustig aan, vriend. Ik zit nog liever aan de andere kant, ja. Dan beginnen we hier wel. Ik ga mooi even ding even instellen. Ik moet ook wel eerlijk zeggen dat ik deze nog niet eerder heb gebruikt. Even kijken, dan was het ook al, ja.
22, hè? Ja. Negen meter, ja, doet hij. Ja. Kijk, hoe, het scheelt te veel, hè. Meteen een werkbreedte van 9 meter. Dan is dat toch wel... Ja. Even wachten, hè. Het is nog niet klaar, kijk. Het is in de eerste fase, dus we moeten nog even wachten. Doe ik hem even uit. Ja. Ik doe deze even mee. Net iets meer mans, dan kan ik... Denk dat het iets beter werkt voor op de... ik dat uitsleep in de curl. God, oh, heel benieuwd wat er nou afkomt, hè, van die vier veldjes. Hoppa. Zie dat, dan is het avond en dan... Wacht eens even, maar dan kan ik misschien ook. Dan door de haven kan spoelen, hè. Kijk, is het morgen vroeg 7 uur volgens mij. Zie daar nou hoeveel leenrente je maar hebt, maar die huurkosten, oké. Okay. 21.000 eigendomsonderhoud. Ja, dat komt natuurlijk ook omdat je die bio hebt. Dat is nou wel geld, hè? Wat je elke keer kwijt bent. Dan is het ook wel belangrijk om zo'n hasselaar zelf eens een keer aan te schaffen, maar ja. Dat zeg ik, alleen is het echt wel een... Je moet even rustig aan, vriend. Kijk. Nou, zet ik hem even aan het werk. Ja, dat klopt, daar is dat. Geen ramp. Nou, komt u maar, vriend. Nou, dan hoop ik dat we redelijk wat kunnen noemen, die 50.000. Twee keer heen en weer, en dan is het veldje alweer weg. Ja, hij pakt wel een mooie breedte mee nou, hè. Dat is toch wel iets beter dan die Rosselmars. Dit werkt toch wel iets beter.
één keer eromheen ga je niet redden met deze breedte, zie ik wel. Ah, goed, ik hoop dat ik in deze aflevering dit veldje nog even klaar krijg. En dan gaan we in de volgende aflevering verder met de rest. En dan ook inclusief de kuil patsoeneren. Dan kan die ook dicht. Nou, dan kan het gaan fermenteren, hè. Is vol. Het eerste bakkie. Nou nee. Ik dacht dat ik het aangepast had. Maar. Ah, dat komt wel nog naar beneden aan. Dit veldje dat je daar twee baken vanaf krijgt. Dus ik denk dat we wel. Dat we meer in die silo's krijgen dan dat wat ik nou met gras heb, zeg maar. Bij de boerderij. 26 was ook al een mooi veldje geweest, hè. Kun je gewoon 20 en 26 bij elkaar aantrekken. En dan. Zit ik even te kijken hoe hard ik nou moet rijden. Kijk hoor. Redelijk, hè? 6. Ik kon me herinneren dat ik de vorige keer 7 geprobeerd heb. Maar ja, die bak was natuurlijk veel kleiner. Ja, we maken dit veldje nog even af. Land, hoor. Maak het maar even makkelijk. Kom maar, jongen. Hoppatee. Ja, gaat best zo, hè? Ga je? Oh, je duikt hem nog maar weer in hier. Oké. Nou ja. Mag van mij, jongen. Ah, gaat super. Mooi weer een beetje oogst, hè? Dat past ons. Kijk, maar één keer buiten
Eén keer er buiten omheen nou. Ietsje sneller. Kijk, trek die maar bij, ja. Nou. Je vult hem toch weer anders nou, hè? Ik vind het wel grappig. Grappig. Die deelt hij hetzelfde. Dat vind ik dan wel mooi, hè? Ik weet net hoe die hakselaar het erin blaast, zeg maar. Ik vind het wel geinig. Kijk, de radio zit ook op een piratenzender, zie je daar? Radio. Piratenradio. Grappig, hè? Dat is toch zo hoog liggen als die andere. Grappig. Maakt ook niet uit. Komt straks met de show wel weer goed. Die dikke Volvo een paar keer eroverheen en een. Ik ben benieuwd of dat nou sneller gaat. Het is een grote show, is veel zwaarder. Pas ook wel goed bij deze tijd, hè? Even een hakselfestijntje. Even vier velden eraf hakselen. Ze zijn hier op het moment ook vol aan de hang. Ja. Kijk. Het is de laatste keer dat hij dat goed is. Dan gaat hij rechtdoor en dan. Nog lijnen maken, als het goed is. Nee, toch niet. Hij duikt er weer in. Ik denk dat je normaal aan de andere kant moet beginnen. Oké.
Nou, ik heb alleen in de gaten dat het toch wel ook weer scheelt hoor, die 9 meter. Straks eigenlijk wel zelf een glazen hakselaar willen hebben eigenlijk. Die zijn toch de meeste, die hakselaars zie je hier in de buurt toch ook het meest. Af en toe een keer in John Deere of in Nieuw-Holland, maar de meeste is toch allemaal glazen, wat je ziet. Ik heb natuurlijk die glaaspek erin zitten, dus dat is... Niet zo heel verkeerd zijn natuurlijk. Even platwalzen. Kan niet meteen verder, hoppa. Deze komt dan wel vol. Moet je nagaan, alleen van de kleinste... Is dat het kleinste veldje dit, hè? Ja, denk ik wel, hè. Toch 150.000, dus dat... Dat gaat lekker. Ja, meer nog. Kun je gemakkelijk vol. Mooi man. Eigenlijk een beetje loon naar werken. Eigenlijk een beetje oost. Ging wel net. Net goed gegokt. Ver bereik dat ding. Dat is wel fijn. Hoeft er niet zo heel kort naast. Dat is wel prettig als je iets meer speling hebt. Nou, weer eentje. Hoppa. Ja, dan zitten we ook al zo op de 3 kwartier. Dat het veldje eraf is, nou iets langer. Ik zal in deze video niet, ga ik niet al te veel knippen. Misschien een paar keer over knippen, maar... Ik doe ook geen timelapse of zo. Maar doe ik, wil ik in de volgende video wel weer doen. Ijshakselen. Ja, doen we deze maar een beetje in het midden weer, hè. Even iets verder uitzoomen, want dat vind ik wel prettig. Even kijken hoe dit gaat. Ik zet er nou 5. Toch een beetje testen, hè, hoe dat het beste is. Ja, komt beter uit 5. Zie? Super. Vult zich niet echt mooi, moet ik zeggen. Vult dus op puntjes. Oh. Zou misschien ook wel met die kar te maken hebben, met hoe die los, denk ik. Die Bergman ging er toch iets mooier, vond ik. Nou, het laatste stukje er even af. Kijk, Leroy op de axelaar. Leroy,
Die kan dat als geen ander. Zwarte loonwerken. Nou, dat was er weer een veldje, hè? En daarmee was het ook weer een afleveringetje. Gaat snel, hè? Ja, we zijn toch weer een stukje opgeschoten. En we zijn ook weer een stukje armer, heb ik al gezien. Maar als het goed is. Kijken of ik dit kan ploffen. Ik weet niet of wat hij normaal aan capaciteit heeft, maar. Toch weg, want anders dan. Komt dat straks met bemesten weer niet goed, hè? Daar weer beginnen. Zo, kijk, gaan we hier de volgende keer beginnen. Voor nu zou ik zeggen, bedankt voor het kijken weer en. Als je het leuk vindt, abonneer je even op mijn kanaal en maak het duimpje even zwart. En ja, nou, voor tips, zet even een reactie neer. Of als je iets wilt zien van een of ander, denk je van nou, dat is ook wel leuk om te zien. Schroom niet om een reactie neer te zetten. Ik sluit hem af en ik zou zeggen tot de volgende. Adjo! Are you doing?